En dan heb ik vandaag gewoon geen fut meer. Dan is het op. Dan heb ik al mijn energie verspild. Goedemorgen. Het is zaterdagochtend. Welkom bij een nieuwe vlog. Ik heb vanmorgen met Wilke de honden uitgelaten toen hij uit zijn nachtdienst kwam. En toen zijn we nog even terug naar bed gegaan. Dus vandaar dat ik nog in mijn badjas loop. Ik wilde nog even laten zien dat ik heel lief van hem een Sinterklaas cadeautje heb gehad. Kijk. Dus ik vlog nu niet meer met mijn telefoon, maar met mijn nieuwe camera. Ik zal hem even laten zien in de gang. Kijk. En ja, ik loop dus nog in mijn badjas. Ik ga hem straks even lekker aankleden en dan wordt het weekend. Ik dacht dat ik vandaag naar de kapper moest, maar dat hoef ik helemaal niet. Dus ik heb het lekker rustig. Ik ga morgen met mijn neefje naar de Sinterklaasshow met Ernst en Bobby. Dus ik kan nu nog even goed bijkomen. Want dat wordt best wel intensief. Ook qua herrie en drukte en kinderen en prikkels. Maar het is een jaarlijkse traditie van ons en ik heb er heel veel zin in. Nou, nog een tip van de revalidatie. De borden die we altijd bij de barbecue gebruikten, van die plastic, om die gewoon altijd te gebruiken. Want dat is lekker licht, zeker met de vaatwasser in en uitruimen. Dus sinds de revalidatie doen we dat. Nou, dit is dus ook een van de dingen die bij chronisch ziek zijn horen. Dat je hele goede dagen hebt. Gisteren was ik natuurlijk naar de stad geweest, naar de Primark en gepast in een pashokje. Dingen gehaald, dingen gekocht in de rij gestaan, heel veel mensen, muziek. Dat is Tom die achter hoort. En dan heb ik vandaag gewoon geen fut meer. Dan is het op. Dan heb ik al energie verspild van gisteren, maar eigenlijk ook van vandaag. En ik heb morgen weer dubbel nodig, omdat ik met mijn neef natuurlijk wegga. Dus dan wordt het een dagje badjas en straks honden uitlaten, joggingpak aan en op de bank. En dan hopen dat ik nog een paar uurtjes slaap meepik. Want de nachten zijn slecht. Dat heb ik al jaren. Dus ik hoop dat ik dan nog wat meepik. Dan ben ik weer klaar voor morgen. Maar dit hoort er dus ook bij. Dagjes badjas, dagjes joggingpak en heel weinig uitvoeren. Ik ben bezig met de laatste dingetjes van de cursus. En dan gaat de site online. Het is zondag en ik heb nu even met de honden buiten gelopen. Het is nu 9 uur. En ik ga nog even terug naar bed. Want ik heb heel veel pijn. De kou verergt mijn zenuwpijn. Dus dat is balen. Zo, ik ben er klaar voor. Ik heb mezelf in de steigers gered. En nu is het wachten op mijn broer dat hij mijn neefje brengt. En die vlogt trouwens ook. Dus dat is wel heel erg leuk. Lekker. En weer. En heb je hard gezongen? Ja, keihard. Zo. Vind je het leuk? Ja, goed zo. Nou, we zijn net terug van Ernst en Bobby en de Sinterklaasshow. Vond je het leuk? Ja. Abonneer ook even op mijn kanaal Jeff Speyer. Link in de beschrijving. Want jij vlogt ook. Ja, ik begin ook weer met vloggen. Bij Jeff thuis inmiddels en bij mijn broer. En we gaan van Sinterklaas door naar de kerstsfeer gezellig. En ik merk dat op het bankje zitten echt wel heel erg last van mijn rug heb. Dus ik heb net wat extra morfine moeten nemen. En ik ga zo bij mijn broer met een kop thee op de bank zitten. En dan ben ik blij dat hij kookt voor mij. Eten! Eet smakelijk! Spaghetti. Nou, het is 7 uur. En ik ben kapot. Dat zou je waarschijnlijk ook wel zien. Dat ik wittiger word. Want ik bruin ook al van Portugal. Dat alles een beetje gaat hangen. Mijn ogen gaan hangen. Dat is een teken dat ik moe word. Mijn been gaat weer een beetje slepen. En dat is echt een teken dat het even klaar is. Ik ben ook vanaf 10 voor 1 of zo in de weer geweest met mijn neefje. Wat echt geweldig is. Maar ik kan het gewoon niet meer. Het is gewoon een van de dingen die na mijn ongeluk niet meer helemaal lukken. Dus dit was een hele geweldige dag met een gouden randje. Maar daar ga ik een paar dagen last van hebben. Dus ik heb nu een kopje thee ben ik aan het zetten. En dan ga ik zitten en ik sta pas op als ik de honden uitgelaten. Waar ik nu dus bijvoorbeeld aan merk dat ik moe ben, is dat ik net naar de bank ben gelopen met mijn kop thee. Zonder het hete water erin te doen. Nou, dat zijn dingen, ik word gewoon vergeetachtig. En als je nou weer thuis bent en moe bent, dan is het heerlijk om te kunnen vullen.
Het is bijna 8:30. En ik ga naar bed. Waar de meeste mensen hun avond beginnen om deze tijd. Gezonde mensen. Is het voor mij echt klaar. Dat was het eigenlijk 3 kwartier geleden al. Maar ik was alleen thuis, dus ik moest de honden uitlaten. Dat zijn er 3. Dus ik ga eerst 2 en dan 1. Dus ja, ik ben nu op. Dus ik ga dit sminkte afhalen en dan naar bed. Wel trusten. Nou, ik lig lekker in bed. En ik slaap trouwens altijd met een hete kruik. Ook zomers, als het 38 graden van de zomer. Deze ligt altijd in mijn rug. En dat verzacht de zenuwpijn. En zeker 's winters is het eigenlijk weer tijd om een elektrische deken op bed te doen. Dat ben ik maar weer. Het is iets over 1. En ik kan niet slapen. Integendeel tot... kleine muis, ik weet niet of je die kan zien. Nee, maar die ligt te snurken. Maar ik ben kapot. En ik heb zo verschrikkelijk veel pijn dat ik al extra medicatie heb genomen. Extra kruik. Ik heb alles geprobeerd. Maar het helpt niet. En dat is niet om te zeuren. Moeilijk te doen. Maar het is eigenlijk om te laten zien wat een impact zo'n ontzettend leuk uitje op mijn lichaam heeft. En dat ik daar gewoon echt heel veel last van krijg. En dat betekent dus dat ik dit soort dingen altijd moet afwegen. Heb ik de pijn ervoor over of niet? Ga ik het doen of niet? En dit keer heb ik gekozen om het wel te doen. Omdat ik die quality time met mijn neefje zo verschrikkelijk belangrijk vind. En gewoon te weinig gebeurt door mijn lijf. Dacht ik, ik doe het nu wel. En dat is een dag met een gouden randje. Maar een nacht met een zwart randje. Dus ik dacht, dat geef ik ook nog even mee. Het is maandagmiddag en ik ben kapot van gisteren. Ik heb een hele slechte nacht gehad. Ik heb uiteindelijk 2 uurtjes nog kunnen slapen. De pijn is heel erg, dus het wordt een rustig dagje. Hier is Max, die is lekker aan het knuffelen en die wil aandacht. Hé? Dus dat is de maandag. Ik lekker mijn bedje in. Ik heb gelukkig al gisteren gekookt voor vandaag. Dus dat hoef ik straks niet meer te doen. Dus als ik toch in slaap van hier tot uit wakker ben voor het eten, kan Tijn zelf het eten uit de koelkast halen. Maar ik hoop op een paar uurtjes slaap. Ik heb inmiddels 3 keer een strip tabletten uit mijn doosje van medicatie gehaald om mee naar boven te nemen. En vervolgens weer vrolijk teruggestopt in het doosje dat ik het weer uit kon halen. Dus toen dacht ik, het is tijd om te gaan liggen. Nou, ik ben er en dit is de salon waar ik altijd ga. Wilco. Ik ben terug van de kapper en ik heb normaal altijd laten krullen zetten, maar ik vond 2 uur daar zitten wel genoeg voor vandaag, zeker na gisteren en zondag. Dus die zet ik er gewoon vanavond zelf in, maar ik ben in ieder geval hartstikke blij met de kleur. En nu ga ik echt zitten en even lekker niks doen. Het is 2 uur en ik heb met medicatie genomen en het is even tijd om te gaan liggen. Ik hoop op een paar uurtjes slaap, maar ik ga in ieder geval even mijn rug laten rusten. De plat is toch het prettigst. Dus ik ga liggen. Net bij de huisarts even geweest. En nu komt mijn vriendin me zo ophalen. En dan gaan we even naar Hodepijl. Dat is een heel leuk plekje hier dichtbij. Gaan we even koffie en thee drinken. En dat is een vriendschap die al heel lang is. En ik heb wel gemerkt dat na mijn ongeluk ben ik ook heel wat vriendschappen kwijtgeraakt. Omdat mensen het of niet begrepen. Dat ik met mijn vriendin was weg geweest. Ik had een stukje opgenomen en die stopte de batterij ermee. Maar deze vriendschap met Sherry, die is denk ik al 20 jaar. En is een van de sterkste vriendschappen.
Want ik heb op veel vriendschappen ben ik kwijtgeraakt. Sinds ik een ongeluk heb gehad, toen ik op bed lag, waren er best wel wat vriendinnen die zoiets hadden van, ja, weet je, ik weet niet wat ik hiermee moet. En één die zei ook gewoon heel duidelijk van, ja, weet je, ik deed altijd hele leuke dingen met je, weekendjes weg en zo. En nu kan je niks meer, je ligt alleen maar op bed. Daar heb ik gewoon geen zin in, daar heb ik geen behoefte aan. Dus zo ben ik best wel wat vriendschappen kwijtgeraakt sinds mijn ongeluk. Maar deze vriendschap is gebleven en is eigenlijk alleen maar sterker geworden. En sterker nog, ze voelt meer als een soort moeder. Ze scheelt ook 22 jaar met mij. En ze scheelt, ja, ze voelt als een moeder in plaats van eigenlijk een vriendin. En dit is Wilco, voor wie je nog niet kent. Dit is mijn vriend. Hallo. Even aan de wandel met de twee oude hondjes. Tom is 12. En die is hier. Oh. Het muisje heeft al geen zin meer. Kijk, die staat daar. Die is al 14, dus die heeft geen zin. Dus we gaan nog een stukje lopen. Dan haal ik straks de jongste op. Die heeft altijd zin. Goedemorgen. Het is 10 uur. En het is donderdagochtend. En ik loop met mijn badjas. En het wordt vandaag een dagje bed. En badjas op de bank. Wat meer zit er niet in. Het is op. Ik voel me beroerd. Ik heb pijn. Ik heb heel veel pijn, om eerlijk te zijn. En geen energie, dus dit wordt mijn dag vandaag. Saai, maar het is niet anders. Goedemorgen, het is vrijdagochtend en ik loop er weer zo bij. Het is weer zo'n dag. Ik denk dat het alleen vandaag honden uitlaat, zonnebankje. Voor de warmte en koken wordt. Dat er meer niet in zit. Dus, zo wordt mijn vrijdag. Oh ja, en de vlog van vorige week editen. Zo, ik ga weer even de wekelijkse warmte opzoeken voor mijn lijf. Dus ik ga even naar de zonnebank. Nou, ik ben terug van de zonnebank. Ik lig op bed. Ik ga wat uurtjes hier rusten. En dan vanavond denk ik een serietje op de bank. Wilco is werken, die komt vanavond laat pas thuis. Tij gaat ze ook werken, dus die eet op werk. Dus ik kan makkelijk eten. Dus ik sluit de vlog af. Als je me wil helpen, dan zou ik het leuk vinden als je een duimpje omhoog doet. En natuurlijk abonneer op het kanaal. Zodat je elke keer weet dat er weer iets nieuws op het kanaal is. Tot de volgende vlog.